We gaan even de hellingproef doen, Jorre. Mag je even tegen de helling aanrijden daar. Helemaal aan de rechterkant van de weg neerzetten. Strak rechts. Dat is verplicht, hè, omdat je zoveel mogelijk rechts stopt. Ja. Nou, je hebt drie soorten hellingproeven, Jorgen. Welke ken je? Met handrem en met koppeling. Twee. Ja, en de derde? Met de rem. Je bedoelt met heuvelassistentie? Ja. 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 Hoeveel seconden houdt die auto hem stil? 2 seconden. Nou, gaan we eens proberen. Laat je rem eens in één keer los en dan gaan we stellen wanneer die beweegt. Ja? Laat me los in één keer. Nu los. Nou, hoe lang duurt het voordat hij ging rollen? 3 seconden. 3 seconden, ja, ja, klopt. Ja, dus als je je rem goed strak intrapt, ja, en je laat je rem los, dan duurt het 3 seconden voordat je wegrijdt. Dus de heuvelassistentie, hè? Heel hold zeggen ze ook wel in het Engels. Dus je hebt eigenlijk 3 seconden de tijd om weg te rijden. Dat mag je nu doen. En dan met de heel hold, dus je spiegelt binnen buiten schouder. Dan doe je richting aan en heb je 3 seconden de tijd. Dan laat je rem los en heb je 3 seconden de tijd om weg te rijden. Ja, ga je gaan. Zie je? Dat is geen probleem. Dan blijf je ondertussen links spiegel kijken en dan rij je rustig weg. Nou, rechts weer stoppen. Gaan we nog een keertje doen. Dat was met de heuvelassistentie. Heel hold. Ze hebben nog wel andere namen ervoor, maar daar houden we het maar even bij. Dan gaan we met de koppeling doen. Dus je hebt nou je koppeling ingetrapt en je rem vast. Ja? Dan heb je 800 toeren. Ik zal even inzoomen op de toerenteller, dat is dat gele wijzertje. Ja. Nou, de bedoeling is dat je dus je koppeling nu laat komen. Ja, laat maar komen, je koppeling. Doordat hij 1000 toeren gaat maken. En dan laat je hem terugzakken doordat je je koppeling verder laat komen naar 800 toeren. Dan gaat die motor mooi trillen dat hij weg wil. Ja? Nou, dan is het zover dat je kunt gaan spiegelen. Dus binnen, buiten schouder. Blijf je buitenspiegel kijken, richting aan en dan leg je de rem los. En als het goed is, gaat hij dan mooi rustig weg. Koppeling hou je nog even stil, voordat de auto op gang is. En dan is het klaar. Ja. Oké, nou mag je de hangproef met de handrem doen. Ja. Even dus de handrem erop. Ja, inderdaad. Even kijken, dan moet ik even goed erop zetten. Ja. Nou, dan zou je bij die toerenteller weer werken, hè, dat je weer 1000 toeren maakt. Wat je net liet zien. En dan laat je hem terugzakken naar 800 toeren. Ondertussen heb je je rem al losgelaten. Nou, als je zover bent, spiegel je binnen buiten schouder. En dan mag je de buitenspiegel blijven kijken en je handrem eraf zetten. En als het goed is, rijdt hij dan mooi weg. Koppeling hou je stil doordat je op gang bent, hè? Heb je netjes uitgevoerd, Jorgen. Keurig.